Aan de Jo van Dijkhof is in februari 2011 een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. Het bestaat uit 84 appartementen voor senioren en 18 appartementen voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Naast de woonfunctie heeft de Jo van Dijkhof een eigen gasterij. Deze gasterij dient als ontmoetingsruimte. Niet alleen voor de bewoners van de appartementen, maar ook voor de omwonenden. Wij hebben als gasterij hier een ontmoetingsruimte voor omwonenden hier binnen de gasterij, binnen Jo van Dijkhof. En ook de buurtfunctie, zeg maar, dat de mensen hier in de wijk en ook natuurlijk andere bewoners van Nuenen hier binnen kunnen komen. Wij zijn een openbare gelegenheid en wij zijn voor iedereen in Nuenen eigenlijk geopend. Wij hebben wekelijks vaststaande evenementen, zoals bijvoorbeeld de breikamer die hier komt breien. We hebben om de week kine, we hebben om de week een creatieve club. Dus er zijn mensen uit de wijk met een aantal vrijwilligers aangestuurd die hier dan creatieve activiteiten doen. We hebben op dinsdag schilderen, we hebben vilten, we hebben rikkers op woensdag. We hebben hier biljarters. We doen elke maand, zeg maar, een speciale activiteit. In dit geval hadden we dus natuurlijk Ad Verhappen die hier gezellig kwam spelen. Het had vier ronde potjes, maar de eerste vier een hol. Pianist en zanger Ad Verhappen gaf op 16 september een klein concert voor jong en oud. En hoewel Ad al 50 jaar in het artiestenvak zit, geeft het hem voldoening op te treden in de Jo van Dijkhof. De dankbaarheid die er uitstraalt van de mensen waarvoor je speelt en waarvoor je zingt, dat is onbeschrijfelijk. Dat moet je zelf in de praktijk meemaken. Vandaar dat ik hier nog wel eens regelmatig binnenloop en dan een deurtje speel voor de mensen. En ze vinden het allemaal fijn. En dat is de reden dat ik ook hier vandaag sta in jullie gezelschap. En met deze mensen er een mooie middag van maken, een gevarieerd programma. De jonge bezoeksters Guusje en Lonneke hebben een eigen mening over de muziek van vandaag. Ik vind ze wel grappig en leuk. Ouderwets. Want? Waarom denk je dat? Omdat ze daar vroeger ook zongen. Wat de functie van de gasterij is, is voor Guusje geen moeilijke vraag. Dagbesteding, daar kunnen mensen naartoe. En ze kunnen hier eten, 's morgens en zo. En in de middag kunnen ze hier allemaal dingen bestellen. En wie komt hier dan? Mensen die hier wonen of van buitenaf. De prikpost gaat elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van start. Van 9 tot 9:30 kunnen mensen hier terecht om hun bloed te laten prikken. En dat is verzorgd vanuit het Sint Anna in Gelderop. Nou valt het me op dat de consumptieprijzen best wel laag zijn. Hoe kun je dat zo laag houden? Wij hebben een functie natuurlijk naar de bewoners van het Jo van Dijk toe. We zijn natuurlijk verweven met de zorg van Archipel uit. Dat is een van de redenen waarom consumptieprijzen sowieso laag blijven. Wij zijn ook niet hier voor een winstgevend oogpunt. We doen het niet met een commerciële achtergrond, maar vooral ook de wijkfunctie die wij bieden. En ook dat wij aan de bewoners een leuk concept neerzetten. Dat ze hier kunnen eten, drinken en activiteiten kunnen doen. Dus vandaar dat wij het net anders invullen dan natuurlijk bijvoorbeeld plaatselijke horeca. Kijk, als ik thuis niets te doen heb, dan denk ik, net als met Ria. Ik bedoel, die zie ik dan. Ria, gaan we samen lekker een kopje koffie drinken? En dat doen we dan. Hè? En wat maakt het nou zo leuk hier om toch telkens weer terug te keren? Om iedere keer terug te keren? Ja. Nou, als je bekenden ziet. Ja. En dan gaan we een praatje maken. En die zijn er genoeg hier bekend? En die zijn er genoeg hier. Ja hoor. Ik woon hier in een appartement van de gasterij ook. Van de, En het is hier bijzonder gezellig, als regel. Wat maakt het hier zo gezellig? Wat zegt u? Wat maakt het hier zo gezellig? De onderlinge samenhang, denk ik. Hè. Als je hier komt, dan heb je altijd iemand waar je even een praatje mee kan maken. Ja, het is hier gewoon gezellig. Alleen er zouden nog meer mensen kunnen komen, zou het nog fijner zijn. Ja, het is een soort vrouwenkrantje en dat zijn leuke dingen te doen, maar ja, gewoon ontspannend. Gewoon heel ontspannend. Wat maakt het voor u nou zo fijn om terug te keren iedere keer? Nou, we hebben hier ons 55 jaar huwelijk gevierd met z'n allen. En dat was gewoon heel erg leuk.
Komt u vaak in de gasterij hier? Ja, bijna iedere dag. En welke activiteiten doet u dan allemaal? Kinderen om de 14 dagen. Twee keer in de week computerbegeleiding. Nog andere dingen wat er gedaan wordt. Ja. Nou, ik ben hier bijna iedere dag. En is het dan ook gezellig hier? Ja. Er komen eigenlijk te weinig mensen. Nou, vanavond is allemaal organiseren. Ja. En dat is jammer. Ja, want als ik 's avonds of 's morgens boven zit en ik heb boven niks te doen, dan ga ik beneden op het terras zitten. Zeker als het lekker weer is. Nou, dan heb je zo mensen om je heen waar je weer mee kunt buurten. Gasterij Jo van Dijkhoff in Nuenen. Het is nog niet echt een begrip. Het zou een begrip kunnen zijn als mensen beseffen dat ze hier terecht kunnen. Iedereen, van jong en oud. Het is geen bejaardentehuis. Wij zijn een soort openbaar wijkgebouw waar iedereen binnen kan komen lopen. En laat u niet afschrikken door het woord gasterij of door de vlaggen Archipel. Maar kom kijken in onze gasterij en kom gezellig iets nuttigen.